Ja. De lokale besturen zijn zich inderdaad aan het opmaken om zich te installeren. Vandaag al in Wallonië, binnen een maand in Vlaanderen. We hebben er iemand bij gevraagd, Sarah Smeijers van N-VA, die zich aan het inwerken is als nieuwe OCMW-voorzitter in Aalst. Goedemorgen. Mevrouw Smeijers heeft aandachtig geluisterd naar de conclusies, aanbevelingen ook van het rapport. Hoe goed of hoe slecht liever doet Aalst het op dit moment wat percentage mensen met een armoederisico betreft? Wel, goedemorgen eerst en vooral. Aalst zit daar op het gemiddelde, maar het gemiddelde, en dat heeft professor Dierks zo net gezegd, is eigenlijk niet goed. Dus ook daar zitten wij niet goed. Aalst is van oudsher geen rijke stad, een industriestad, veel arbeiders. Dus wij zijn de eerste die dus ook die crisis zullen voelen. Ja, een gemiddelde van ongeveer, Belgisch gemiddelde van 15%, inderdaad. We hebben onderzoekster Daniel Dierks ook al horen aanstippen hoe belangrijk dat lokale niveau kan zijn. Welke instrumenten en middelen zijn nu al ter beschikking in Aalst? Wel, de voorbeelden die professor Dierks heeft aangehaald zijn bij ons ook al in voege. Een voedselbank hebben wij. Meer nog, wij gaan binnenkort een sociale superette openen, waar dan het systeem van de voedselbank eigenlijk gehanteerd wordt. Maar het zal niet gratis zijn, omdat wij toch ook merken dat het gratis beleid niet werkt. Dat mensen ook wel wat diversiteit willen, dat je niet zomaar voor iedereen hetzelfde voedselpakket moet aanleveren. En je moet er aanleveren. Ook wat voor moet betalen. En je er ook wat voor moet betalen dan... Het gratis verhaal werkt niet, maar het zal wel aan minimumprijzen zijn. Even terugkoppelen, misschien kort naar mevrouw Dierks. Innovatief is dit of aan te raden? Kort betalen ook? Wel, ik denk dat er toch wel een aantal groepen zijn die eens dat ze tot op die voedselbank zijn aangewezen, eigenlijk niet veel reserves niet meer hebben. En het zijn initiatieven die... moeten ondersteund worden door lokale overheden, maar ik weet niet of dat per se op dat vlak, dat is echt het in de laatste strohalm. In uw rapport spreekt u wel over een sociale kruidenier, hè? Is het zoiets? Ja, dat is zo, maar daaraan zit natuurlijk ook de werkstelling van die mensen gekoppeld. Dus ze worden daar niet alleen bediend op een zeer laagdrempelige manier, maar ze worden ook aangesproken op hun eigen kracht. Ja, dus ook een vorm van sociale economie die in Aalst ook al in voege is. Ja, zeker. Maar het is een totaalvisie die we moeten hanteren. Mm-hmm. We moeten niet alleen de mensen helpen, we moeten ze ook activeren waar mogelijk, responsabiliseren. En daar wil ik dan direct de brug slaan naar werk. Hoe haal je mensen het snelst uit armoede? Dat is hen aan werk helpen. En ik denk dat daar bij ons in Aalst nog heel veel werk aan de winkel is. Dat wij in samenwerking met de VDAB mensen veel sneller moeten omscholen, herscholen. Ik lees toch en ik hoor toch overal dat het daar wel nog wat faalt in ons beleid. Activeren, ja, activeren, maar we halen ook uit het rapport, 42% van de mensen in een armoederisico valt niet te activeren, omdat zij niet meer kunnen gaan werken door ziekte, verantwoordelijkheden voor zorg ook. Ja, dat zet wat een domper misschien. Wel, maar dat is die negatieve spiraal waar je natuurlijk in terechtkomt. Als je geen geld meer hebt, dan bespaar je op, helaas, op gezondheid. Gezondheidszorg ga je niet snel naar de dokter, waardoor je dan ook bespaar je op uitstappen, waardoor je in een sociaal isolement komt en waardoor je dagelijkse ritme helemaal faalt. Maar dus ik denk dat we echt moeten gaan activeren, individueel, niet algemeen, maar echt individueel, zoals nu ook op Vlaams niveau, die individuele arbeid. Arbeidsbegeleiding bestaat, moet dat echt door het OCMW in samenwerking met VDAB moet dat aangepakt worden. Ik ben ervan overtuigd dat dat de enige manier is, de hulp, de bijstand. Het principe moet zijn dat altijd een tijdelijke, een overbruggingsmaatregel is. En daarvoor moeten jullie eerst eens gaan kijken naar de thuissituatie. Jullie praten in jullie verkiezingsprogramma ook al over een op te richten fraudecel. Gaan bekijken hoe mensen omgaan met uitkeringen. We hoorden ook in Antwerpen al Patrick Janssens wat kritiek hebben op die vorm, wat Bart de Wever omschreef ook, we gaan armen thuis opzoeken om te kijken of ze al dan niet frauderen. Dat is een negatieve en sanctionerende, zei mevrouw Dierks ook al, benadering, niet altijd zo goed. Maar ik zie dat aan de twee kanten. Ik denk dat we heel veel verdoken armoede hebben. Zeker in Aalst ook. Ik zie daar nu zeker dat er veel verdoken armoede is. De crisis zorgt ervoor, zoals professor Dierks zegt, dat veel eenoudergezinnen, vaak soms ook werkende gezinnen, het moeilijk hebben. Dus ik denk dat we door die huisbezoeken de twee dingen zullen zien. We zullen
veel proactiever mensen die het moeilijk hebben of dreigen te hebben gaan opzoeken en die ook naar de steun en de tijdelijke bijstand kunnen leiden. Maar de keerzijde is natuurlijk dat je ook de fraude moet aanpakken. Mm-hmm. Wat die tijdelijke... Mensen die het niet echt nodig hebben, mogen het dan ook niet krijgen. Nee, wat die tijdelijke bijstand betreft, daarvan zegt N-VA, we willen dat beperken tot het strikt wettelijke minimum, waar nu al over gezegd wordt dat leefloon en die werkloosheidsuitkering, dat is te weinig om uit de armoede te geraken. Nee, zegt N-VA, dat houden we? Ja, maar dat is natuurlijk de discussie over de hoogte van het leefloon. Ja. Misschien is dat inderdaad een discussie waard, maar die kan je niet op lokaal vlak voeren. Ik denk inderdaad dat een gemiddelde van €900, dat misschien te weinig is om rond te komen. Je moet daar durven over discussiëren. Dus dan federaal wel pleiten voor een verhoging. Maar dan moet je langs de andere kant ook wel zorgen dat je werkloosheidsval, dat aangepakt wordt, dat je minimumlonen, netto minimumlonen dan ook naar omhoog gaan, dat je echt kan activeren. Dat mensen het de moeite vinden om aan de slag te gaan. Mm-hmm. Wat die bestaande initiatieven betreft, mevrouw Smeijers, is N-VA wel bereid om onder meer buurtwerking, om dat te blijven ondersteunen, wijkgezondheidscentra? Ja, zeker en vast. Hè. Om verschillende redenen. Ik denk, het is zeer positief, die initiatieven van vrijwilligers. Aal stelt trouwens tal van VZW's, mensen voor mensen, die actief zijn op dat vlak. Dat is een win-win situatie. De vrijwilligers komen buiten en gaan aan de slag. En je haalt mensen uit hun sociaal isolement. Dus daar moet zeker op ingezet verder op ingezet. In het verkiezingsprogramma van N-VA werd ook gewezen naar het groeiend aantal nieuwkomers in Aalst. Er werd wat gelijkgesteld met de import van armoede en achterstand moet teruggedrongen worden. Ondertussen is er ook een schepen van Vlaamse Zaken Integratie, Karin van Overmeijer, die samenwerking. Heel concreet, hoe gaat dat verlopen? Ja, ik ben blij dat u er zelf over begint, want ik vind dat er over die schepen Vlaamse Zaken heel smalend is gedaan. Maar het is echt wel een probleem bij ons. Wij kennen het spoorwegfenomeen, dat is nu eenmaal een feit. Veel Congolezen die uit Brussel naar Aalst komen en die misschien zelfs niet eens weten dat Aalst geen tweetalige stad is. Wij moeten hen duidelijk maken dat Aalst een eentalig Vlaamse stad is. Dat ze niet in de armoede terechtkomen. En zorgen dat ze via die taalbereidheid inderdaad uit die armoede geraken en de weg naar werk vinden. Ja, er is heel wat heisa geweest rond de coalitievorming. Die is gaan liggen. De schepenposten zijn verdeeld. Klaar om te starten? Ja, ik ben klaar om te starten. Goed, dank u wel voor uw komst. Allebei Daniel Dierks van de Universiteit Antwerpen en Sarah Smeijers van N-VA, OCMW-voorzitter in Aalst.